functie is redacteur bij PensioenPro. Dus ik schrijf verhalen voor onze dagelijkse nieuwsbrief en ons magazine. Aan de andere kant ben ik ook nog coördinator van dienst, één keer in de zoveel weken. Dat houdt in dat ik de nieuwsbrief coördineer. Dus ervoor zorgen dat er elke dag genoeg artikelen zijn, andere redacteuren aansturen. Wat me boeit aan mijn werk is in ieder geval het onderwerp pensioenen. Niemand houdt zich ermee bezig, maar het is voor iedereen heel erg belangrijk. Ja, we zijn onlangs uitgebreid door de overname van IPE, Investment Pensions Europe. Dat is toch een internationaal lezerspubliek wat in één keer dan jouw verhalen leest. Dat vind ik heel erg leuk. En ook om de banden met IPE aan te halen, ga ik ook geregeld naar Londen toe. En tegenwoordig maken we ook podcasts. Eerst dan was ik zelf een beetje huiverig, oei, podcast, nieuw, is dat wel wat voor mij? Maar ja, uiteindelijk gewoon de uitdaging maar aangegaan en dat blijkt hartstikke leuk. Waar ik blij van word om hier te werken is dat de lijntjes heel kort zijn. Echt een lage, platte organisatie en daardoor kunnen ook wat dingen snel geregeld worden.